In leven met weinig kan soms heel veel zitten. En in minder zit veel meer dan in meer. Welkom bij de Bewust Genieten Podcast. En deze podcast is echt goud waard. Wat ik ga doen, is ik uh, ga met jullie met jou die dit luistert. Al mijn lessen delen die ik het afgelopen half jaar heb geleerd. Ik ben zes maanden ben ik gaan reizen door verschillende landen, door Portugal, India, Thailand en Bali. En daar heb ik echt van alles meegemaakt. Wat ik heb gedaan is, ik heb alle lessen die ik heb geleerd, letterlijk mijn grootste lessen van ieder land heb ik hier bij de hand. En die ga ik allemaal met jullie delen. Want uh, damn, het was echt een uh, hele bijzondere reis. Ik heb één keer meer een lange ge uh, reis gemaakt door Mexico. Dat was drie maanden, nu zes maanden. Helemaal alleen. Uh, geen uh, mensen alleen, op een gegeven moment wel een beetje half. Maar ik ging in ieder geval ook echt uh, alleen. Nou, uh, ik uh, ga gewoon lekker beginnen bij, uh, bij Portugal. We, we duiken er gelijk in. Hoppakee. Mijn eerste les is. Samen wonen met iemand of samen leven met iemand die zo ongeveer hetzelfde wil en doet, of in het leven staat, daarmee dus leven dat zorgt ervoor dat jij echt tien keer zo hard kunt groeien, kunt presteren, kunt groeien dan uh, normaal dan dat je bijvoorbeeld alleen woont of met iemand of meerdere mensen woont. Um, in een huis waarin je elkaar niet per se echt stimuleert in wat jij doet. Nou, waar komt die les dan uit? Ik was samen met Luc, een maat van mij, die woonde een tijdje in Portugal voor acht maanden. En um, voordat mijn hele reis begon, ging ik eerst daarheen voor twee weken. Um, ja, gewoon omdat het leuk was en ik wilde hem bezoeken. En uh, daarin heb ik heel mijn visie en zo uitgeschreven voor 2023. Het was toen november 2022. En ja, toen heb ik echt gewoon gemerkt: wat echt een lijpe dagflow. We stonden op, deden onze ochtendroutine. Bam aan het werk, knallen. En um, dan aan het einde van de middag, rond een uurtje of vijf sporten, naar de winkel, eten koken, samen eten, genieten. Nog heel even een beetje relaxen in de avond en dan lekker slapen. Nou, dat was echt bizar hoe, hoe productief ik toen ben geweest. Luke ook. En wat ik. Uh, toen zelfs nog meemaakt, is dat ik op een gegeven moment werd ik om, um, wat was het, om, om drie uur in de nacht, werd ik wakker. En ik dacht ineens: uh, Oh ja, nou, ik ben nou gewoon wakker, ik voel me eigenlijk wel heel alert. Ik heb wel zin in de dag, ik had net vier uurtjes geslapen. Ik dacht: Zal ik maar gewoon mijn dag beginnen? Ik voel me echt gewoon ready. Dus ik ben mijn dag begonnen. Ik ben eerst een uur een visualisatie meditatie gaan doen. Nou en ik knalde die dag door en ik dacht, nou ik krijg wel een dip. Nou nee ja, ik knalde gewoon de hele dag door. Ik werd wel aan het einde iets meer moe en ik had ook één of twee uurtjes langer slaap nodig de volgende nacht. Maar dat was echt bizar. Hoor. Dus dat heb ik wel echt ingezien van, damn. je kunt echt uh, veel harder gaan in je leven. En dan bedoel ik groeien als je echt bewust ergens mee bezig bent, dus met een bedrijf bouwen. Ja, dat is dan misschien wel het voornamelijkste. Of met een ander project of een hobby of whatever wat je doet. Uh, ja, dat werkt gewoon supergoed als je een tijdje leeft met, uh, met iemand die er ook zo in staat. Dan ga ik naar de volgende les. Oh ja, ik heb ik trouwens ook een keer meegemaakt met MongMode. Toen was ik ook even een aantal weken bij iemand anders. Joep. En uh, hetzelfde verhaal: echt gewoon lijphard knallen. Ik hou daarvan. Um, koken is mega lekker en goed voor je En ook nog eens leuk om te doen Ja, we gingen allemaal nieuwe gerechten toen uitproberen En de laatste les van Portugal is De vier sleutels tot een maximaal energieniveau Is zorgen voor de volgende vier dingen Dus let goed op Schrijf het eventueel op Want anders dan ga je het wellicht vergeten Of in je notities Als je nu geen pen en papier bij de hand hebt Is één Een vaste routine Qua slapen, sporten Eten. En alle gewoontes erin verwerkt, die jou helpen in jouw energieniveau en focus. Zoals koud douchen, meditatie en een journal. Die zul je dus moeten hebben. Dus vaste tijd naar bed, vaste tijd opstaan. En daar niet te veel gaten tussen laten. Dus de ene keer om acht uur en de andere keer om half tien of om dan weer om 6 uur. Gewoon echt, houd het bij diezelfde tijd. En ook dus dezelfde routine, want wat je op een gegeven moment gaat merken is dat jouw lichaam op een gegeven moment wendt van hey, als ik dit allemaal heb gedaan, in de avond bijvoorbeeld, dan is het dadelijk tijd om te slapen. Dus dan weet je lichaam ook van we gaan dadelijk de nachtrust in. Hetzelfde met opstaan. Dan nummertje 2. Optimaal gezond eten en dagelijks sporten. Nou, Ik snap niet waarom je niet dagelijks beweegt als je dat nu niet doet. Doe gewoon even normaal. Beweeg je lichaam. Je hebt hier een voertuig gekregen die, die wil leven, die wil stromen. En daarvoor is het nodig om te bewegen. En uh, al is het een wandeling, weet je, van een half uurtje. Al hoef je niet per se elke dag gelijk twee uur naar de gym. Maar zorg dat je wel dagelijks zo'n echt stap zet, Letterlijk. Met je lichaam. En dat je je lichaam beweegt. Dan doen uh, wat je echt wil. Een missie hebben en een heldere visie maken met heldere doelen erin. Ik merkte toen van we wow, ben met nieuwe dingen bezig. Visie creëren, doelen. Et cetera. Daar ben ik natuurlijk altijd mee bezig. Maar um, toen echt bewust omdat ik maand voorbereiden was op 2023. Waar we nu alweer op de helft van zitten. Damn. Ik ben trouwens twee maanden terug, dat had ik volgens mij nog niet verteld. Uh, dus ik ben van november tot en met begin april. Ja begin april gaan, uh, gaan reizen. Dan ben ik al iets langer terug. Nou, in ieder geval, dat en als laatste, dus mensen om je heen die dit energieniveau verhogen. Dus zorg, zorg ervoor dat jij iets hebt om voor, uit je bed te springen. En uh, natuurlijk is dat de ene periode nog veel intenser dan de andere. Dus toen was het echt insane. Toen ik in Thailand was en met programmacreatie bezig was, was het ook insane. Uh, als je dan weer in een bepaalde normale flow komt, is dat wel echt iets minder. Maar zorg ervoor dat jij ja, iets hebt waar je voor uit je bed wil komen. En als je nu werk doet wat jou niet bevalt, um, doe dan iets anders. En als je daar al mee bezig bent, nou, dan ben je er al mee bezig. Dus maak je dan geen zorgen. Maar als je daar niet mee bezig bent en je luistert nu dit. En je bent een baan aan het blijven doen. Waar je al heel lang mee wil stoppen en je bent daar echt niks aan, het, aan aan het veranderen. Dan is dit even de boodschap voor jou van, hey, come on, verander dat gewoon even. Je kunt gewoon iets anders gaan doen. Dat is allemaal eng en spannend, maar dat zal het altijd zijn. Um, dus, uh, let's go. Dan gaan we naar India. Damn, daar zitten de meeste lessen in. Zo, so, dat was echt niet normaal, jongens. India was echt een andere wereld. Dat is ook een van de lessen. Laten we daar gewoon gelijk mee beginnen. Um, even kijken. Uh, nou ja, ik kan hem even niet gelijk vinden. Misschien staat hij ergens anders, maar. Um, er zijn zoveel werelden te ervaren in deze wereld. Dus je hebt een wereld van hiphop, breakdance, uh, b-mixen, uh, Allemaal dat soort uh, dat wereldje. Dan heb je een wereld van voetbal, de voetbalwereld. Voetbalwedstrijden, et cetera, et cetera. <laughs> uh, hoe heet dat programma uh, waarin ze allemaal over voetbal gaan praten? Nou, maakt niet uit, je snapt wat ik bedoel. Dan heb je allemaal wereldjes, maar je hebt ook in de wereld... Uh, India en Afrika en Amerika en Australië en Nederland en dit stukje van Nederland en dat stukje van Nederland. En zo zijn er allerlei werelden te ervaren in deze wereld. En dat is zo magisch en India is letterlijk een andere wereld. Ik vond het echt een andere wereld. Ik wist niet waar me over kwam joh. Je weet gewoon niet waar je mee maakt. Als jij uh, heel snel overprikkeld bent, moet je daar niet heen gaan. <coughs> En het mooie is, dan hebben we het altijd over High Sensitive, HSP, ik ben HSP, dat is een leuk label. Ik ben ook HSP, ik voel ook heel veel. Alleen, al zou ik nou blijven zeggen, ja, ik ben HSP en ik uh, ben uh, snel overprikkeld, dat ben ik eigenlijk ook wel. Ik moet dan op, op een gegeven moment ook echt even alleen zijn. Maar je kunt daar gewoon mee omgaan, als je dat weet van jezelf. Ik zou dat niet eens uitspreken, ik zou niet eens zeggen van, ja, ah, ik ben HSP, dus dit en dat want dan ga je dat voeden, dan ga je er last van hebben ik heb daar geen last van, omdat ik weet van mezelf, oké, okay, op een gegeven moment moet ik even alleen zijn even afzonderen, even tot mezelf komen maar ik kan de prikkels verdragen, dus je kunt die intensiteit en die oh, hooggevoeligheid kun je gewoon ervaren, als jij je er niet tegen verzet um, dus dubbel, uh, je kunt natuurlijk wel naar India gaan, maar voel goed wat je nodig hebt, als je rust bijvoorbeeld nodig hebt Oké, okay. dan uh, in stilte eten is echt, uh, daardoor ga jij drie keer zoveel genieten van jouw eten. En daarnaast is het ook nog beter voor, het op, voor de opname van de voedingsstoffen en voor uh, het verteren van de voedingsstoffen, heb ik geleerd. Um, maar vooral het genieten eigenlijk, het bewust genieten van je eten gewoon. Ik heb toen in een uh, stilte-retraite uh, zeven dagen lang uh, een aantal keer per dag in stilte gegeten. Voor je uitkijken. Het liefst. Ja, we zaten dan buiten. Nou. Dat is niet normaal. Je proeft alles te maken. Gewoon zoveel. Intenser. En daardoor ben ik ook. Dat deed ik al wel. Maar. Nog een bewuster gewoon. Weet je wel. Doe niks anders. Niet geen telefoon. Uh, niet met iets anders bezig zijn in je hoofd. Gewoon puur het eten. Op dat moment. Want het is een blessing. Dat je gewoon weer eten op je bord hebt. Elke dag weer. Dan. Dan moet ik wel zeggen dat me dat hier in Nederland veel minder goed lukt. Maar dat komt meer omdat ik vaak gezamenlijk eet. Dus als ik alleen eet, dan uh, eet ik natuurlijk in stilte. Dan ga ik niet iets kijken of uh, bezig zijn met mijn telefoon. Maar ook uh, doe ik het heel soms wel eens om, om gewoon letterlijk uh, met wie ik dan ook ben in stilte te eten. En ja, ik ga het gewoon echt genieten. Dus ik zou het zeker uh, uittesten we zijn allemaal familie, ja dat is wat ik in India ook wel echt uh, heb gezien, dus iedereen is daar echt heel erg wel behulpzaam, nou dat is niet, waar. niet iedereen, maar het is echt um, alsof iedereen daar elkaar ook kent of zo. En uh, daar was ook heel erg brother sister, dus broeders en zusters, zo so, ja yeah, ontvang je elkaar een beetje en dat was echt uh, Super mooi om te ervaren en weet je, uiteindelijk in essentie zijn we dat ook allemaal, broeders en zusters van elkaar. Zo ervaren we dat misschien niet altijd, maar uiteindelijk is het wel zo. Um, je leeft op dit moment, dus je leeft zeker, maar je bent wel hartstikke onderweg naar je dood. En wellicht ben jij dichter bij jouw dood dan bij jouw geboorte. Dus wat ik mezelf heb, echt heb beseft, in India doen ze heel tranquilo. Sowieso doen ze in heel veel landen, andere landen dan Nederland, veel meer rustig aan en tranquilo. En dat heb ik me wel echt beseft. Kijk, het zit er bij mij en wellicht dus ook bij jou als je Nederlands bent, waarschijnlijk wel. Erin geprogrammeerd dat we heel veel moeten doen, heel veel moeten bezig zijn. Druk, 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 agenda vol. Ja, het is nog steeds nu ik in Nederland ben ook veel meer dan toen, eigenlijk. Omdat je toch in, die, in het energieveld komt van Nederland. Dus je gaat automatisch wat meer in mee. En daar kun je ook gebruik van maken. Het heeft ook weer zijn voordelen en zijn nadelen. En hetzelfde dat heeft India ook weer voordelen en nadelen. Uh, of dat tranquilo leven, zeg maar. Um, maar ik heb voor mezelf echt besef van wow, even een beetje rem erop. Ik kan uh, me nog wel eens verliezen in het echt hard rennen naar. Ja, alle dromen en doelen die ik wil bereiken. Um, maar zoals ik vaak zeg, het, het gaat om het genieten van iedere stap. En dat kun je gewoon beter doen als je iets langzamer loopt. Dus uh, je kunt dan meer zien, meer ervaren om je heen waar je bent. En uh, dat is wel ook een persoonlijke les die ik, uh, die ik heb geleerd. Dan, um, even kijken, alles wat je geeft komt bij je terug. Dat geloof ik, daar geloofde ik al heilig in. Die wilde ik gewoon even kort delen dan uh, wel heel live. Uh, als we het hebben over God of God, is dus in het Engels God generator, operator en destroyer. Dus degene die het creëert, het is ook degene die het opereert, die het onderhoudt. en degene die het ook weer vernietigt. God. Dat vond ik wel heel leuk wat iemand in India vertelt. Um, handel vanuit wat jouw innerlijke stem jou toefluistert. Ja, dit is wat ik in India ook echt heb geleerd. Mijn intuïtie is vaak op de proef gesteld. Omdat je natuurlijk... Uh, ja, waar ik was, ik was op een gegeven moment in een helemaal niet toeristisch gedeelte. En um, ja, dan, zijn, dan weten gewoon veel uh, mensen van... Hé, hey, dat is een Europeana, hij is uh, blank en blond. En... Uh, die heeft waarschijnlijk uh, veel meer geld dan uh, al onze mensen om, om, om ons heen. Want het is natuurlijk best wel armoedig. En... Um, ja, dan, dan, dan wordt je intuïtie wel op de proef gesteld. Van, hé, hey, voelt dit goed? Degene die nu tegen mij in gesprek gaat. Of waar ik nu mee praat. Of wat hij vertelt. Of wat hij voorstelt. Of voelt het niet goed? En daarin... Uh, ja, heb ik ook echt meer geleerd om nee te zeggen. Om even hard te zijn van yo, nee, weet je wel. Ik ben daarin altijd best wel lief, moet ik zeggen. En aardig van, oh ja, ik sta open daarvoor voor veel dingen. Maar daarin heb ik mezelf ook wat meer leren beschermen van hé, hey, nee is nee. Dus uh, dat was wel interessant. En ook dus echt luisteren naar je, naar je intuïtie als het niet goed voelt, met wie je bent of uh, als je, waar je bent. Nou, dan ga ik gewoon weg. Um, dan uh, even kijken. In de stilte liggen de antwoorden van de vragen waar jij mee zit. Um, dat heb ik ook in de stilte retraite ervaren, heb ik al in een podcast een keer gedeeld. De formule tot een antwoord die ik heb ontdekt is: antwoord is stilte plus natuur plus een vraag stellen. Als jij in stilte de natuur ingaat met jezelf, en je stelt een vraag en je komt helemaal tot jezelf. Dan komen automatisch de antwoorden. Antwoorden zitten altijd in jezelf. Dat is helemaal heel, heel cliché, maar het is echt zo. Ik heb het ervaren. Alleen om, die antwoorden, om tot die antwoorden te komen, zul jij stil moeten zijn en tot jezelf moeten komen. En dan creëer je helderheid. Gaan je overheersende gedachten weg die het allemaal een beetje. Uh, die het niet helder maken, die verwarring brengen, die gaan dan langzaamaan weg. En dan kom je automatisch bij je innerlijke stem, of je intuïtie, of je hogere zelf, of hoe jij het wil noemen, of God, whatever. Um, kom je dan uit. En uh, ja, dat is echt bizar gewoon. Dan hebben wij de laatste les. Uh, deze heb ik al geleerd toen in Mexico. Uh, omdat ik daar natuurlijk ook een hele andere cultuur en ook wel een bepaalde armoedigheid heb meegemaakt. Niemand... In Nederland hoef mij te, meer te vertellen dat het moeilijk is. Dat het allemaal extreem uh, moeilijk is, zwaar is, niet mogelijk is om iets te ondernemen. Om een bedrijf te starten of om je droom waar te maken of om een bepaald geldbedrag te verdienen. Hier in Nederland liggen de kansen echt in overvloed voor het oprapen. Er is zoveel mogelijk hier. Het is echt niet normaal. Wij. Hebben zoveel uh, rijkdom in kansen en mogelijkheden. Alleen tegelijkertijd hebben we zoveel schaarste in tevredenheid en in mentale gezondheid. In mentale gesteldheid. En ja, damn man. India en Nederland kan zoveel van elkaar leren. Um, India kan iets meer gestructureerd zijn. Het is één grote teringzooi daar. Um, en en, en hè, wat, meer, het is wat meer structuur. En Nederland kan die structuur wellicht wat, minder, wat meer loslaten. En Nederland kan wat meer vertragen. En India kan misschien iets meer versnellen. Um, dus dat was uh, wel interessant om te ervaren. En uh, nou ja, alle excuses die, die je nog verzint. of die iemand nog verzint. Nou, hoef je met mij niet meer aan te komen. Het is gewoon bullshit. Je hebt niet normaal vakantie. En daar mag je echt zo dankbaar voor zijn. Ik ben daar zo dankbaar voor. Het is niet normaal. In India hebben mensen geen. niet zomaar bijvoorbeeld een laptop of zo. Nou. Iedere, met iedere baan kun jij... Met iedere simpele, meest simpele baan... Met de slechts betaalde baan kun je sparen voor een laptop. Weet je? Je, je? En daarmee kun je dan weer nieuwe kansen uh, creëren of aanpakken. Um, dan heb ik een random voorbeeld laptop. Maar zo heb je meerdere voorbeelden van nou ja, allerlei banen. In India is het niet vanzelfsprekend dat je zomaar altijd werk hebt en zo. Ehm... Um, het pensioen is daar veel anders geregeld. Dus mensen hebben allemaal kraampjes langs de, uh, langs de weg. En daar zitten ze gewoon. Dat is wel ook wel heel mooi, Ook moet ik zeggen. Ze die, 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 die hebben zo gewoon zo'n kraampje. En ja, daar komen gewoon allemaal mensen langs. En uh, die, uh, ja, iedereen lijkt alsof het, ze daar, iedereen, het lijkt alsof iedereen elkaar daar kent. Het is zo grappig. En, uh, en zo fascinerend. En wel een leuk feitje. Sommige mensen Weten dus gewoon niet, die in India wonen, zeker van de oudere Gardens, um, die weten gewoon niet dat er iets is buiten India. Die weten niet dat er blanke mensen bestaan. Dus soms in sommige stukjes, die dan echt helemaal, helemaal, helemaal niet toeristisch waren, nou, dan werd ik aangekeken alsof ze een alien zagen lopen, joh. Die wisten niet wat, wat ze overkwam. En dacht ik, zo, dat is echt zo fucking lijp. Dat is niet normaal. Dan um, hebben we Thailand. Um, ik, ik ga een ijsbad halen als het weer winter is in Nederland. Staat hier. Dat ga ik ook zeker doen. Ik ga zo'n ton halen. Um, ik ben in Thailand dagelijks iedere dag in het uh, ijsbad gegaan. In de ochtend. Ik nam natuurlijk al koude douches. Maar, en ik was al vaker in een ijsbad geweest. Maar daar iedere dag omdat het kon. En zo so, wat is dat heerlijk joh. Wat is dat een heerlijke start van je dag. Gewoon echt helemaal top. Dus dat ga ik lekker doen. Moetai um, is, is heerlijk. En ga ik in Nederland ook weer doen. Ik heb nu een uh, bewust een sportschool-abonnement gen genomen van drie maanden. Dus nu nog één maand. Wat ik even wilde pompen, even wilde knallen. Even nog meer spiermassa uh, wilde creëren. En uh, dan ga ik lekker uh, moetaaien. Over een uh, maandje ga ik daarmee beginnen. En calisthenics. Dus ik blijf natuurlijk wel sporten. Want het is lekker. Um, als iets op je pad komt. Wat je wilde doen, doe het. En dit is geresoneerd uh, aan mijn bucketlist. Ik had toevallig op mijn bucketlist uh, allerlei dingen staan. Waaronder uh, schieten, duiken en. Uh, even kijken. Ja, nog wat dingen. Ik weet het, oh ja, bungee jumpen, uit de vliegtuig springen, etc. Et dus ik had een aantal uh, bucketlist items van tevoren al bepaald. In november 2022, die ik dit jaar wil gaan doen. Nou, twee daarvan waren dus duiken en schieten. Duiken kwam op mijn pad in Kotau. Schieten toevallig ook daar. Had ik helemaal niet verwacht. Ja, als je het dan tegenkomt en het komt op je pad, ga het gewoon doen. Nogmaals, misschien ben je dichter bij je dood dan bij je geboorte. Daar hoef je niet bang van te worden. Je hoeft geen haast te voelen. Je hoeft niet in paniek te raken. Van ik oh, moet nu alles gedaan hebben. Nee, zeker niet. Maar laat het ook niet liggen. Als jij iets heel graag wil doen, ga het gewoon doen. En wacht niet tot een beter moment of het mooiste moment. Dat is allemaal een illusie vaak. Minimaal één dag helemaal opladen en niks doen is essentieel. Ik was in Thailand mijn programma aan het creëren en ik was echt keihard aan het knallen. Het was echt insane. Ik stond op, ochtend tien, ijsbad, bam, knallen. Zo productieve dagen gehad daar, insane. En um, daar kan ik nog wel een beetje in doorslaan af en toe, moet ik zeggen. Dus uh, ik had op een gegeven moment gemerkt: van ...joh, oké, okay, ik moet gewoon één dag niet bezig zijn met creatie, met mijn missie. Gewoon nul, 0,0. Gewoon helemaal niks. En als ik dat doe, dan laat ik op voor de rest van de week, heb ik gemerkt. Dus ik heb niet per se twee dagen nodig. Je moet gewoon één dag echt helemaal niks doen. Helemaal opladen, re helemaal relaxen. En dan uh, kan ik weer gas geven. En hè, wellicht is dat de andere keer twee, wel twee dagen of anderhalve dag. Maar uh, die heb ik wel echt meegenomen. Want ik kan ook gewoon lekker zeven dagen door uh, knallen. Dat uh, moet ik niet doen. Uh, Bali, als laatste. Enorm arm in het materiële, maar enorm rijk in het hart. Dit hoorde ik ook in India, weet ik nog heel goed. We are poor in the material world, but we are rich from the heart, zeiden ze. En ja, dat was echt uh, prachtig. Die mensen daar, en dus ook in Bali, hebben zo weinig. Er was dus iemand, een vrouw waarmee ik sprak, en ik heb meerdere mensen gesproken die ongeveer hetzelfde uh, verdienden. Ze werkte bij een sushi-kraampje. Ik haalde daar sushi. Ik was aan het eten en ik was gewoon een beetje in gesprek. En ze hadden twee kids. En uh, ik, vroeg, ik vroeg aan haar, uh, uh, ja, hoeveel ze werkten en wat ze eigenlijk verdiende. Nou, 50 uur per week. Twee kids. En weet je hoeveel ze verdienden? 3 miljoen. En dan denk je 3 miljoen in Balinese uh, rupia's. Maar weet je hoeveel dat in het Nederlands is? 120 euro. Zij verdiende 120 euro per maand met 50 uur per week werken. Ik, ik, mijn tong en mijn ogen vielen uit mijn bakkes. Ik zeg, seriously? En, en, en ik vroeg haar van, en hoe kun je dan rondkomen? Ja, dat kan gewoon, dit, dat. Ik zeg, are you happy? Ja, yeah, I'm happy. En ze was echt gelukkig gewoon. In Bali heb ik de meest gelukkige mensen gezien. In Bali heb ik de mensen gezien, in India was dat niet zo. In Bali straalt er een soort van peace en happiness van mensen hun gezicht af. Natuurlijk niet bij iedereen, maar bij echt insane veel. En ik heb ook nog nooit zo'n aardige mensen in mijn leven ontmoet. Niet normaal. Ik zeg: Why are you happy? Zegt yes, I have my work. I have my kids. I have spirit, dat betekent God. Dat was het. And that's it. En toen dacht ik echt: wat zijn we nou allemaal aan het doen, joh, in het Westen? <laughs> Constant streven naar meer, groter, nieuw. Bleh. We zijn helemaal knettergek. Ik heb echt ingezien dat wij ziek zijn in de Westerse wereld, mentaal. Wij zien het niet meer. In welke overvloed wij leven. Omdat we constant streven naar het volgende. Wij leven al in overvloed. Ja, ik wil nog een overvloed. Ja, ik wil ook een overvloed. Wat, wat zeg jij? Water uit de kraan, vaak een nette wc. Waar je niet, zeg maar, in India moest jij, had je geen wc pot. Dat je gewoon een gat. Ja? Je bed heb je. Iedere avond. Je hebt een telefoon, je kunt deze podcast luisteren, nieuwe informatie tot je nemen. Ja, ik ga niet verder. Er zijn ook nog 180 meer dingen roepen, maar uh, daar ga ik niet aan beginnen. Jij weet heel goed, nu, dat je een fucking overvloed leeft. Geniet ervan, want het is echt niet vanzelfsprekend in deze wereld. Dan... Um... Even kijken, een goede thuisbasis is nodig om maximaal te presteren. Die zit eigenlijk gekoppeld aan een routine en een vaste plek is echt nodig als je aan het bouwen bent en een missie hebt. Dus ik merkte op een gegeven moment tijdens mijn reis, dat heb ik nu echt ingezien, ik was natuurlijk ook aan het rondreizen, niet extreem veel. Want ik ben in vier maanden, of sorry, in zes maanden, maar in vier landen geweest. Dus het valt op zich mee. Um, als je kijkt over de tijd, hè. Alleen, ja, ik merkte gewoon dat het echt. Veel meer energiekost dan je denkt om dus rond te reizen en te werken. Ik had daar de vorige reis in Mexico niet zoveel last van. Dat was drie maanden ook. Nu was het natuurlijk zes maanden. Maar um, ja, het kan wel. Alleen voor mij ben ik erachter gekomen dat het veel fijner is... om iets meer op één plek te zijn als je echt aan het bouwen bent. Dus misschien als je iedere week hetzelfde doet... Um, dan is het wat minder erg. Maar omdat ik met nieuwe projecten et cetera bezig was... Um, ja, merkte ik gewoon van, hey, ik had op een gegeven moment echt in Bali ook behoefte aan weer even één vaste plek. Gewoon voor een, voor een langere tijd. Is natuurlijk een luxe probleem, maar uh, dat is wel wat ik uh, had geleerd. Um, ja, en dus, dus gewoon een routine is gewoon echt uh, heel belangrijk. Eén keer is mijn routine in de reis even wat minder gegaan. In Pai, het laatste stukje van Thailand, was een beetje, ja, heel veel afleiding. En dat is ook wel wat ik... Uh, Echt wel heb leren weer staan... ben ik ook wel trots op. Want er was natuurlijk heel veel afleiding, allerlei feesten, um, allerlei, allerlei dingen om te doen, mensen, um, nieuwe dingen, um, wiet, alcohol. Nou, ik doe dat allemaal niet zoveel, sowieso alcohol helemaal niet. Maar um, ja, daar ben ik wel allemaal doorheen gegaan. En daar ben ik ook wel trots op dat ik daar gewoon steeds weer nee tegen heb kunnen zeggen. Alleen in Pai was ik voor het eerst in een uh, hostel, omdat ik dat wilde ervaren. Uh, uh, in mijn leven. Want ik, ja, ik vind het gewoon belangrijk, omdat ik ook uh, natuurlijk werk tijdens het reizen, dat ik uh, gewoon een plek heb waar ik tot rust kan komen. Gewoon een plekje voor mezelf. Dus ik huurde altijd een Airbnb-appartement. Um, en toen was ik in een hostel, omdat ik dat dus wilde ervaren. was super leuk, maar nou ja, toen was er wel veel meer uh, afleidingen. Dan word je weer uitgenodigd voor dit. En dan: hé, hey, ga je hier mee eten? Of hé, hey, ga je dit meedoen? Wat super leuk was. Ik had ook, uh, ik heb er geen spijt van. Maar uh, ja, dat is wel wat ik, uh, wat ik ervaarde. Uh, dus die uh, routine werd toen een beetje. Woe. En dan merk je dat ook weer gelijk aan alles. Want het begin van jouw dag is zo bepalend voor jouw dag. Voor jouw hele dag. Want je creëert aan het begin vaak je dag. Als je heel negatief opstaat, heb je vaak een slechte dag. Als je goed uit je bed stapt en helemaal lekker je dag begint, heb je vaak een goede dag. Mm. In leven met weinig kan soms heel veel zitten. En in minder zit veel meer dan in meer. Dat heb ik echt gezien. En dat is wat ik nog steeds aan het leren ben. Omdat het er ingeprogrammeerd zit in het Westen in Nederland. Dat wij vaak nog meer willen hebben. Meer dingen die we nu nodig hebben. Als je dan ook kijkt. Ik heb uh, zes maanden gereisd met ja, een paar uh, bloesjes. En Broeken en slippers en schoenen, en een laptop en een telefoon, en mijn portemonnee. Dat was het. Je kunt gewoon zo leven. En wij denken altijd dat we heel veel nodig hebben, maar dat is niet. Dus uh, ja, echt, echt nog meer die, die gelukzaligheid en, de, en, en het genieten, vinden in. Wat heel bekend is, maar de kleine dingen en in gewoon het niks. In het simpele, in de eenvoud, in het zijn, in de natuur, in alles wat er al is. En niet wat er nog niet is. Dat is echt uh, veel teruggekomen. Dan, eh, ik ga binnen nu en drie tot vijf jaar in het buitenland wonen. Wellicht wat eerder. Dat is wat ik nu op dit moment voel. Hè. Wellicht gaat het nog ooit veranderen, maar. Ja, ik heb wel ingezien deze reis had ik niet per se verwacht. Dat ik uh, toch wel in het buitenland ga wonen. En dan zeg ik niet voor altijd, maar in ieder geval wel voor een deel van het jaar. Dus bijvoorbeeld voor een kwart of, een, uh, of de helft van het jaar. Dat is 100% wat ik gewoon ga doen. Even kijken. Eén laatste. De rivier is helend. Een rivier is helend en water, überhaupt. Ik bedoel, na een douche voel jij je altijd lekker. En dat is niet alleen omdat je schoon bent, je lichaam, maar ook je energie, daar gebeurt iets mee. Water is healing, wordt wel eens gezegd. En waarom dan in specifiek de rivier? In Bali was er even een periode waarin, ik, waarin mijn vermoeidheid er een beetje uitkwam. Dus ik uh, had zoveel geknald en ik ging maar door en ik ging maar door en op een gegeven moment merkte ik echt van wow, fuck ik heb uh, niet goed op een gegeven moment naar mijn lichaam geluisterd ik had iets meer uh, sneller en vaker rust moeten pakken en toen uh, ben ik uh, best vaak in een rivier gaan zitten een <laughs> <Ik> stuk <is> <laughs> er was zo'n plekje en ik ontdekte die op een gegeven moment en toen zag ik iemand daar uh, naakt in een rivier staan en zitten. En ik dacht, ah, oh, nice, dus eigenlijk wel gewoon chill. Gewoon. Dus ik ging op een gegeven moment weer weg en uh, nou, ik heb die rivierplek onthouden. Dus ik ging erheen en ging lekker in mijn naki in de rivier zitten. Nou, dat was niet normaal, joh. Dat, ik, voelde me, ik voelde me iedere keer als ik eruit kwam herboren gewoon. Dan voelde ik me even niet goed of zat mijn hoofd vol. of Zat ik met iets wat niet chill voelde en ik ging in die rivier zitten. En het was letterlijk alsof mijn, mijn zorgen en alle andere negatieve energie letterlijk van me werd afgestroomd. Door die rivier meegenomen. Het was echt niet normaal. Dus dat ben ik vaker nog gaan doen. Keihard mooi. En als laatste, de natuur is echt instant meer helderheid en rust creëren. Dus iedere keer als ik weer in die natuur was en ik was daar met mezelf gelijk meer rust en helderheid. En die hebben we vaak nodig... omdat we gewoon snel overprikkeld wa uh, raken in de tijd waarin wij leven. Met de telefoon, met social media, met alle appjes... en met alle andere dingen die ook weer allerlei prikkels geven. Met het verkeer. Ja, het is echt uh, bizar. Dus daarin ook de les van zoek vaak gewoon die natuur op. Uh, ja, gewoon dagelijks, wekelijks... Ben in de natuur. Dat gaat je zo goed doen. Dus dat uh, waren mijn uh, belangrijkste lessen van, uh, van mijn reis. Natuurlijk nog veel meer geleerd, maar dit waren wel de, de kernen. En ik ben heel benieuwd of jij ooit een reis hebt gemaakt, wat jouw grootste les daarvan is. En als je nog niet hebt gereisd en je hebt dat verlangen, waar zou je dan naartoe willen? Als je dat echt wil en, en je denkt nu vast te zitten dat je dat niet kan doen, dan is dat niet waar. Als jij echt nog een studie aan het afmaken bent en je wil die ook echt afmaken, kijk dan maak je die gewoon af, ga je daarna reizen. Als jij een baan hebt en jij denkt erin vast te zitten, dan is dat een illusie, want jij kunt gewoon daarvan losbreken. Je kunt een andere baan doen uh, online of een tijdje niet werken en met spaargeld uh, gaan reizen voor een tijdje. En daarna weer aan de slag gaan. Natuurlijk is dat eng. Maar nogmaals, dat zal het altijd blijven. Maar ben jij hier om het leven te vermijden? Of ben jij hier om het leven te leven? Dan zul je af en toe door angsten en spanning heen moeten gaan. Heb je nou kinderen? Dan snap ik dat het wat moeilijker is. Dan heb je daar natuurlijk ook hè, voor gekozen. Um, maar ook dan kan het zelfs nog. Um, je kunt je kids meenemen. Uh, er zijn genoeg voorbeelden van mensen en gezinnen die dat doen. Dat is natuurlijk een nog een grotere stap. Dus mocht je dit luisteren en je hebt kinderen en je hebt dat verlangen. En je vindt dat moeilijk, dan snap ik dat helemaal. Um, het is ook maar iets wat ik gewoon wil meegeven en doe ermee wat je wil. Misschien wil je helemaal niet reizen. Uh, Al goed, mij heeft het heel veel gebracht. Ik zou iedereen in het leven aanraden om minimaal één keer een reis te maken. Het liefst eigenlijk alleen omdat je daar nog veel meer van leert dan met iemand. Op heel veel vlakken. En verder nog een laatste tip. Als jij dit kijkt en je bent bezig met jezelf ontdekken en met ontdekken wat je wil, dan ga je daar niet per se achter komen op een reis. Wat ik veel mensen zie doen en wat ik ook heel veel zag op reis, is dat, mensen, dat er veel jongere, jongvolwassenen heen gaan om dan ja, in een tussenjaar of een beetje te gaan ontdekken wat ze dan willen en zo. En uh, zeker is een reis daar heel handig voor en dat gaat je ook veel inzicht bieden en, en je leert veel over jezelf en zo. Maar wat ik veel mensen zag doen is dat ze dan vervolgens uh, lekker gingen feesten en allemaal leuke dingen gingen doen, wat, natuurlijk, wat, wat ik snap, maar ook zeker doen. Uh, maar verder geen aandacht, echt aandacht geven aan bewust persoonlijke ontwikkeling. Bewust jezelf uh, de juiste vragen stellen om tot inzicht te komen waardoor jij... Erachter gaat komen wat jij echt wil doen in het leven. En daar ook vervolgens actie op ondernemen. Daarvoor is niet de reis even de oplossing of zo. Daarvoor is in mijn beleving een oplossing om echt met jezelf aan de slag te gaan. Mocht je nou uh, dat verlangen voelen, ik heb een programma, Discover Your Pet of Joy. En daarin staan letterlijk deze vragen centraal. Wie ben ik echt? Wat wil ik echt? Hoe ga ik dat doen? Dat ga je daarin ontdekken. En uh, dat is echt prachtig. Dus mocht je voelen van. Hey, Vind ik wel interessant. Stuur me dan even een DM met ontdekken. En dan uh, ja, kan ik je daar wat meer over vertellen. Verder uh, ben ik uh, er wel helemaal doorheen door mijn lessen. En uh, ja, hoop ik dat jij hebt genoten van deze podcast. Dankjewel voor het luisteren. Ik zou zeggen, geniet bewust van dit moment. En tot de volgende.